mooi t-shirt. We zijn goed vooruit gegaan. Daar zijn oude kranten. Ze zijn lekker graffiti aan het spuiten. Het is voor het vriendschap bezig. We zijn hier weer bij de kostuum. Ze zijn bezig met de vuur. Ja. Vuurpakjes. En we moeten uiteindelijk. Zo, Warde. Hoe ziet het er mooi uit, Tim? Hartstikke leuk. Ik heb er heel veel plezier in. En ik ga elke ochtend met een hele grote glimlach naar mijn werk. En ik kom met een hele grote glimlach terug. Dus dat is hartstikke leuk. Moeder Natuur. De Rob van de decors. De blauwe vogel. Oranje, geel en groen. Blauw in de violet. Nou, omdat kinderen heel erg open en eerlijk zijn. En hun hart ligt op de tong. En dat vind ik, ja, dat vind ik leuk. Er komen echt ontzettend leuke opmerkingen uit. Bedankt voor dit interview. Ja. En ja. Dat was het dan. Waarom ben je hiermee begonnen? Voorstelling te maken, maar ook al het werk te doen wat wij iedere dag doen. Achter de schermen. Dus ook decors, kostuums, grim, alles wat erbij komt. Nou, ik denk dat iedereen wel wat interessants heeft gevraagd. Bedankt voor het interview. Ik denk de batterij aan. Ja. Handig. Hi. Ik ben Emily. Ja, ik ben Emily en ik ben filmer. Ik film iedereen, ik interview iedereen. Ik maak filmpjes bij decor, ja, en kostuum, dansen en zingen. Daar heb ik allemaal van gemaakt. En weet ik nou doorga. Muziek. Opera is eigenlijk een verhaal op muziek, waar dus het hele verhaal helemaal gezongen wordt. En dat doen we dan in een decor. Iedereen krijgt een rol. Aangekleed. En dat is heel erg moeilijk, want je kunt wel zingen en je kunt wel acteren, maar zingen en acteren tegelijk, dat is hartstikke lastig. Schilderijen. En, maar daar is voor mij net niet genoeg werk in. En ik kon hier 15 jaar geleden gaan schilderen. En dat vind ik ook heel erg leuk, dat heb ik gedaan. Zo ben ik hier meer en meer gaan schilderen. En dan heb je in één keer heb je daar een gebouw. We zijn buiten. Mooie wolken. Heb je er ook één zelf gemaakt? Ja, tuurlijk. Nee, dan heb je er ook één zelf gemaakt? Ja. En welke dan? Deze en... Thank you.
Kinderen die er zijn. Oké. Okay. Nou, ik ben gewend om met kinderen te werken, want ik geef ook workshops. Ja. Nee, klopt, daar heb je maar gelijk in. Ja, maar je praat nog steeds met volle mond. Ja. En nu nog steeds. Dat is heel moeilijk, dat ga ik even uitleggen. Bureaudramaturgie, dat is eigenlijk dat je de verbindende link bent tussen het publiek wat naar voorstellingen komt kijken en wat we hier doen. Dus ik probeer de informatie over te brengen op het publiek. Wat kun je in een voorstelling zien? Heel serieus. Ja, jullie stellen mij ook heel serieus vragen. Ja. De groep van ons, als kinderen. Ja. Als kinderen. Oh, Bram! Bram, dat is... Dat is een schrikker. Nee, Bram! Nee, Bram! Nee,